Bij een schietpartij in Vlaardingen zijn dinsdagavond twee mannen zwaar gewond geraakt. Ze zaten in een auto die al rijdend beschoten werd door de inzittende van een andere wagen. In de Vossiersstraat in Vlaardingen West raakte de bestuurder van de beschoten auto de macht over het stuur kwijt en randde een gevel. De twee mannen zijn ernstig gewond overgebracht naar het ziekenhuis. De politie heeft één persoon opgepakt, maar de andere auto is nog spoorloos. De Bouwman GGZ in Rotterdam geeft mensen die zich melden met een verslaving voortaan meteen een diagnose en een behandelingsvoorstel. Ook worden andere psychische problemen, die vaak samengaan met een verslaving, gelijk aangepakt. De nieuwe aanpak is in het voordeel van de cliënten, zegt de directeur van de instelling op Radio Rijmond. Het grote voordeel van die werkwijze is dat je na vier uur ook te horen krijgt: Wij denken dat het met u dit aan de hand is en we stellen voor dat te gaan doen. De Bouwman GGZ helpt mensen die verslaafd zijn aan drugs, alcohol of medicijnen. Er moet vanaf 2012 een jaarlijkse wielerwedstrijd komen tussen Rotterdam en Antwerpen. Dat willen beide steden na het grote succes van de toerstart van afgelopen zomer in Rotterdam. De organisatie hoopt het evenement ergens in juni te plannen, zodat het voor de toprenners een goede voorbereiding voor de toer kan zijn. Een man uit Amsterdam blijft nog zeker drie maanden in voorarrest voor het doodschieten van een Rotterdammer in 2007 aan de Oostsiedelingen in Rotterdam. Het slachtoffer kwam om het leven tijdens een uit de hand gelopen ripdeal van 20 kilo heroïne. Een man uit Arnhem raakte door de schietpartij ernstig gewond.